De jongerenorganisatie The Genuine Giving Group heeft op de tweede kerstdag aan 10 kansarme gezinnen levensmiddelen overhandigd. Dit project is deel van de sociale activiteiten die deze jongerenorganisatie uitvoert. De projecten van The Genuine Giving Group zijn deels gericht op kansarme gezinnen. Rochelle Pika, lid van de Genuine Giving Group, zegt dat het de bedoeling was om minder bedeelden fijne feestdagen te bezorgen. Ook het Directoraat Nationaal Veiligheid, DNV, heeft een andere gedachte in verband met kerst. Het directoraat bevond zich afgelopen dinsdag in de binnenstad om dak- en thuislozen een pakketje aan te bieden. Samantha Leeuw, medewerker van DNV, zegt dat dak- en thuislozen vaker vergeten worden. Omdat we weten dat met deze feestdagen dat zij dus niet in de bloemetjes gezet worden. Dus we hebben wat voeding, wat drank en een klein pakketje met cosmetische spullen. Wat zit er allemaal in het pakketje? We hebben dus toiletpapier, mandverband, okselspray, tandpasta, wat condooms, badzeep en poederzeep. Dat hebben we. Jullie doen dit voor een sociaal doel en hoe groot is jullie groep? Ja, we hebben dus het Directoraat Nationale Veiligheid, de medewerkers van het Directoraat Nationale Veiligheid, hebben dus allemaal een bijdrage geleverd, een vrijwillige bijdrage. En de directie heeft ons dus ook ondersteund. En hoe groot de groep is, dat weet ik niet. Maar ieder heeft zo'n bijdrage geleverd, zodat we vandaag hier kunnen staan. Ja. En wat hebben jullie allemaal te eten vandaag? We hadden moxalisis uitverkocht en we hebben nog erwtensoep. Is het de bedoeling dat de mensen een bakje eten komen halen? Ja, ze mogen dus een bakje eten komen halen en dan krijgen ze het pakketje ook erbij. Samantha Leeuw, medewerker van het Directoraat Nationale Veiligheid. Zowel DNV als de Genuine Giving Group hebben in verband met de feestdagen minder bedeelden bedacht.